We hebben vandaag Boas Permon in huis. Boas, welkom. Ik wil het graag ook iets goeds neerzetten. Ik wil echt een statement maken. En dat wil ik ook heel graag doen door middel van dat burgerinitiatief voor het protocol handicap. En je moet denk ik wel iets heel moois gaan neerzetten. Het kost heel veel werk waarbij het overgenomen kan worden door een ander. En ik wil graag natuurlijk betrokken blijven als het kan. Misschien moet ik uiteindelijk toch ook weer kijken of kan ik niet meer politiek gaan. Ik weet het nog niet. Het is voor mij natuurlijk ook allemaal nieuw. Ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Ik vind het ook een beetje eng wat om me afkomt qua drukte en werk. En kan ik het allemaal aan? Kan ik voor iedereen spreken die gehandicapt is? Doe ik mensen niet tekort met mijn beperkte beperking eigenlijk ten opzichte van anderen wellicht. En mijn beperkte ervaring als gehandicapte. Dus ik weet niet. Ik ga er gewoon in ieder geval vol goede moed in. En dan gaan we kijken waar we terecht komen. Nou, beste kijkers. Aanstaande maandag 17 juni om 8:45 op NPO 1. Het programma minister van Gehandicaptenzaken. Er zijn 6 kandidaten. Uiteindelijk gaan er 3 door naar de laatste stemronde. Ik heb al jullie stemmen nodig. Want zoals je weet, iedere stem telt. En mocht ik verkozen worden, ga ik me een jaar lang inzetten om de wereld toch een beetje beter te maken. En beter achter te laten dan dat ik hem heb gevonden. Ik weet hoe het is om te leven met een beperking, maar zeker ook zonder. En juist die twee werelden wil ik met elkaar verbinden. Dat kan onder andere door een aantal initiatieven die ik wil ontplooien, als mede het VN-verdrag handicap. En ook kijken hoe we decentraal zaken kunnen gaan inrichten. En voornamelijk ook hoe mensen opgroeien met elkaar, dat er meer begrip ontstaat voor elkaar. Voor de medemens, dat we een beetje meer in elkaar kunnen inleven. En op die manier mensen met beperking, dat het heel normaal wordt om anders te mogen zijn. Dat is denk ik de rode draad van mijn verhaal, dat het heel normaal wordt om anders te mogen zijn. Dus stemt allen alsjeblieft 17 juni op mij. De eerste kwartier als de lijnen open gaan is het allerbelangrijkste. Dus wees er snel bij. En wellicht mag ik jullie dan vertegenwoordigen als de minister van Gehandicaptenzaken.